De residerende Indiaanse ambassadeur in Suriname, Subhash Gupta, heeft zaterdag een kennismakingsbezoek gebracht aan districtscommissaris Senrita Gobardhan. In de vergaderkamer van de DC hebben de functionarissen nader kennis gemaakt met elkaar. Het is de eerste keer dat ambassadeur Gupta, sedert zijn stationering in Suriname, een bezoek brengt aan het district Nikeri. Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft samen met de Pan American Health Organization het HEARTS-initiatief verder uitgerold. Tijdens een workshop van 29 tot 31 augustus 2024 gericht op zorgprofessionals werden technieken voor betere hypertensiecontrole en zorgkwaliteit gedeeld. Het doel is een nationaal netwerk van trainers op te zetten om de HEARTS-methodologie in het hele land te verspreiden en zo de eerste lijn zorg te versterken. Het Korps Politie Suriname meldt dat berichten over gehackte pinautomaten ongefundeerd zijn. Wel zijn er recent verdachten aangehouden voor skimming waarbij pinpassen in beslag zijn genomen. De politie roept de samenleving op om alert te zijn bij het pinnen en de banktips stipt op te volgen. Onregelmatigheden kunnen gemeld worden via 115.